Op de bewakingsbeelden is goed te zien hoe een man en een vrouw bij het garagebedrijf aankomen lopen. Een paar minuten later rijden ze met de BMW Cabrio de poort uit voor een proefrit. Na 1,5 uur waren ze nog niet terug. En toen kreeg mijn kameraad het gevoel van jongens, er klopt iets niet. En zijn voorgevoel blijkt te kloppen, want de auto wordt niet meer teruggebracht. Waar de bolide op dit moment is, is een groot raadsel. Ik heb advertenties op Marktplaats gezet, op nog andere sites. Maar tot nog toe heb ik geen echte serieuze reacties waar die kan wezen. Dus ja, ik hoop niet dat hij naar het buitenland is vertrokken. Achteraf blijkt dat de man een vals rijbewijs heeft ingeleverd. Maar volgens de politie blijft dit moeilijk te voorkomen. Ja, het komt inderdaad wel meer voor dat dan inderdaad valse papieren worden afgeleverd als zijnde waarborg. En daarom zeg ik dat je altijd heel voorzichtig moet zijn. Oh, maar ik denk dat de beste optie is dat je of zelf of iemand van je bedrijf meerijdt tijdens het maken van de proefrit. De autohandelaar looft 1000 euro uit voor de persoon die hem informatie kan geven over de twee dieven.